In deze video laten we zien hoe je kiwi droogt met een voedseldroger. Gedroogde kiwi is sterk van smaak en gaat perfect bij smoothies, yoghurt of roomijs. Het is ook lekker bij gebak. Als je wil kan je het zo eten als snack, maar de smaak kan iets te sterk zijn hiervoor. Kiwis zijn heel gezond, het bevat nog meer vitamine C als sinaasappel. Als je het droogt met een voedseldroger worden vitamine veel beter behouden dan als je het droogt in de oven. Het is een gezond alternatief op snoep. Schil de kiwis en snijd het in zo dun mogelijke plakjes. Hoe dunner de kiwischijfjes, hoe sneller ze drogen. Zet de voedseldroger op 55 tot 60 graden Celsius en droog het 16 uur lang. Kiwi is een vrucht met een hoog vochtigheidsgehalte, dus het drogen duurt iets langer dan bijvoorbeeld appel. Tijdens de helft van de droogtijd draai je de trays om, zodat de stukjes ver van het warmte-element ook een kans krijgen om beter te drogen. Kiwi krimpt tijdens het drogen en wordt ook geler van kleur afhankelijk van welke soort kiwi je droogt. Zo heb je groene kiwis, deze zijn iets zuurder als de gele kiwis die we gebruiken in deze video. Het is beter om de gele kiwis te drogen, deze zijn veel zoeter van smaak en beter geschikt om als snack te consumeren. Let wel op, kiwis kleven fel aan de lades na het drogen. Je kan dit voorkomen door een droogvel te gebruiken. Als je het toch zo doet zoals wij in de video, is het aanbevolen om de drooglades te schrobben met een ijzeren schuurspons. Als de kiwi voldoende droog zijn, kan je het tot 6 maanden bewaren. Controleer voor je ze gebruikt altijd op schimmels. Bewaar het in een bewaardoos, wekpot of vacuümzak, liefst op een donkere droge plaats. Zet ze nooit in de koelkast, want dan gaan ze schimmelen. Voor interessante tips over voedseldrogen, droogtijden en de beste dehydrators ga naar voedseldrogertest.nl, de voedseldroger-expert van Nederland. We testen jaarlijks nieuwe voedseldrogers. De beste roepen we uit tot winnaars. Je kan deze terugvinden op onze voedseldroger koopgids op onze homepagina.